Ik sta nu in het Gelderse Vaassen voor een molen. En hier doen ze iets heel bijzonders met de molen. Want dinsdagochtend stond hij nog hier en dinsdagmiddag stond hij al enige meters verderop. De molen steekt de naar hem genoemde Molenstraat over. Kees Wittekoek legt mij uit waarom. Het is zo dat de molen straks in de komende jaren last gaat krijgen van windbelemmeringen vanwege nieuwbouw in de Dorpstraat. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar, dus er komen hogere huizen in de omgeving van de molen? Juist, ja. En daarmee wordt de veelgeprezen molenbiotoop aangetast. Dus de molen moet wind blijven vangen en daarom moet hij omhoog? De molen moet omhoog om wind te kunnen blijven vangen. De molen wordt verplaatst om daarmee de bouwplaats vrij te krijgen. En op die manier veiliger en beter en gemakkelijker, sneller te kunnen werken. Want zodra de bouwplaats vrij is, dan wordt de oude fundering verwijderd, uitgegraven. En op 3 meter diepte wordt er een kelder aangebracht. En daarbovenop komt dan weer een kelderdek, vanzelfsprekend. Daarom, op dat moment komt de molen teruggerold. En dan pas gaan we de molen echt opvijzelen naar de nieuwe deltahoogte, het nieuwe Vaassense pijl. En vanwege dat Vaassense pijl rijdt molen Daams met de duizelingwekkende snelheid van 3,3 mm per minuut door Vaassen. Hoe bijzonder is dit project eigenlijk? Dit is de eerste keer in Nederland dat een complete molen, inclusief wieken en kap en kruisschoren en stelling eromheen, de eerste keer in Nederland dat die compleet wordt verplaatst. En de heren technici die hier behoorlijk voorwerk aan hebben gehad, die hebben dat bekeken, nog eens berekend en toen bleek dat het op deze manier mogelijk is. En Ali, hier is het. En dat wil ik natuurlijk allemaal van dichtbij zien. Wittekoek leidt me dan ook even rond. Dit is waar de molen dus eigenlijk 140 jaar gestaan heeft. En dat zijn de steunbalkjes voor de dwarsliggers, zeg maar. Je ziet hier de oorspronkelijke fundering waar de molen op stond. Ja. Vanmorgen nog. En de hele molen is eerst 60 centimeter omhoog gegaan, opgevijzeld. Ja. Om vervolgens de rails eronder aan te kunnen brengen. Maar die vijzelpunten die werden gesteund door stalen plateau wat in de grond is aangebracht. En steeds gaat die vijzel een stukje verder. Een soort hydraulisch systeem sleept de molen over de rails. En het publiek vindt het blijkbaar prachtig. Maar ondanks dat het spectaculair en leuk is, doemt toch die ene oud-Hollandse vraag weer op. Wat kost het? €550.000 exclusief BTW. En het ziet er alleszins naar uit dat we binnen dat bedrag kunnen blijven. De financiering van deze hele operatie is deels te danken aan een hele stevige subsidie van de provincie Gelderland. En daarnaast een krediet van de gemeente Epe. Die vervolgens straks het krediet wat zij uit eigen middelen voorschieten weer via een soort baatbelasting terug proberen te verdienen aan de mensen die daar de gunstige baten van hebben. Maar al dit geld en al deze moeite dienen uiteindelijk toch maar één doel. En dat is dat wij gewoon weer de molen kunnen gaan bekijken straks. Wanneer is het weer zover? Wanneer is de molen weer toegankelijk en wanneer kunnen we hem weer bekijken? Nou, in elk geval is het zo dat de aannemer ons heeft toegezegd op basis van zijn planning dat voor de bouwvak hij klaar is. Dan zullen er nog heel wat kleine dingetjes moeten gebeuren. Maar ik denk direct na de zomer of in het begin van de nazomer dat iedereen weer van harte welkom is. Dus met volgend jaar met de molen en gemalendag kunnen we er gewoon weer in? Helemaal. Ik zit er zelfs aan te denken om er naar te streven op Open Monumentendag. Dat is 7 en 9 september, zeg ik uit mijn blote hoofd. Om dan de molen weer toegankelijk te hebben.